Oh nee, moet met mijn ouders mee, want ze willen in de frisse lucht gaan lopen. Oh nee, ik hoef echt niet mee, voor frisse lucht zet ik gewoon een raampje open. Laat me alleen thuis, laat me alsjeblieft alleen thuis. Ik heb geen oppas nodig, laat me alleen thuis, laat me alsjeblieft alleen thuis. Oh no, moet naar de BSO, om verplicht met kleine kinderen te spelen. Oh no, ik verveel me zo, ik zit voor liever op mijn kamertje te gamen. Laat me alleen thuis, laat me alsjeblieft alleen thuis. Ik heb geen oppas nodig, laat me alleen thuis, laat me alsjeblieft alleen thuis. Solo. Please, laat me alleen thuis. Jullie vertrouwen me toch wel? Ik kan nog prima voor mezelf zorgen. Ik weet echt precies waar de chips, ik bedoel de volkorenboter met kaas staan. Je kan me veilig achterlaten, echt een engeltje ben ik. Ik doe de voordeur goed op slot, ik steek het huis niet in de fik. Ik ga niet rijden met de auto en ik scheer de kat niet kaal. Ik ga niet zoenen met die presentator van het jeugdjournaal. En ik bel niet naar 112, dus ga maar fijn, ik ga niet mee. Oh hey, gaan jullie met z'n twee? En het huis heb ik vanavond voor mezelf. Oké, ja, nee, wat een top idee. En ik ga uiterlijk naar bed om 10:30. Ik lieg! Lekker alleen thuis, lekker alleen thuis, lekker helemaal alleen thuis. Ook als er brand is, lekker alleen, lekker alleen. Je kan me echt niet achterlaten, papa, mama, wacht eens, stop! Straks word ik ziek, of nog veel erger, het wc-papier is op. Wat moet ik doen als iemand aanbelt en het is een enge man? En moet ik zelf een broodje smeren? Oeh, ik denk niet dat ik dat kan. Ik bel meteen naar 112, ik pak mijn jas en ik ga mee.